Hallo en welkom weer bij een nieuwe video les van Verwerter. En deze keer gaan we kijken naar opgave nummertje 9 over grafieken. Um, en de vraag is eigenlijk heel simpel. Hiernaast staat een grafiek getekend. Horizontaal staat het aantal uren dat de student gestudeerd heeft aan een bepaald vak. Verticaal staat zijn score op de eindtoets. Trek een lijn door deze punten die volgens jou het beste klopt. Nou, als je zo een lijn wil trekken, dan zou je natuurlijk als eerste kunnen zeggen... Misschien is het wel een rechte lijn. Um, daar is wat voor te zeggen, maar je kunt natuurlijk ook denken: van ja, maar kijk, meer dan een 10 zal het nooit worden. Meer dan 100% wordt het nooit. Dus deze lijn is wel leuk bedacht, maar misschien is een lijn die. en dit is altijd heerlijk om met een tablet te tekenen, maar misschien is een lijn die er ongeveer. Zo uitziet. Wel een stuk beter. En zoals ik zei, het is altijd een beetje puzzelen. Want ik wil hem eigenlijk nog iets anders hebben. Ik wil dat de lijn namelijk zo zit dat er ongeveer evenveel punten boven als onder de lijn uitkomen. En dan is. Dit, ondanks dat het een geschetste lijn is, naar mijn mening een van de betere gokken die je kunt doen. Um, bij vraag B daarentegen. Hiernaast staat een grafiek waarbij horizontale snelheid staat waarmee een honkballer een bal weggooit. En verticale snelheid waarmee de bal aankomt bij de slagman. Trek een lijn door de punten die volgens jou het beste klopt. Nou, dit is zo'n geval dat dus je kunt denken van ja, maar volgens mij... Moet het gewoon één grote lange rechte lijn zijn? We kunnen wel puntjes gaan verbinden, maar de beste lijn, als je harder gooit, komt de bal ook sneller aan. Als ik twee keer zo hard gooi, komt de bal twee keer zo snel aan. Dus een algemene lijn zoals dit is de best mogelijke optie. Goed, dit was vraag 9 van de oefenrepetitie voor klas 1. Kijk natuurlijk verder in deze afspeellijst. Uh, mocht je denken, waar staat de afspeellijst nu? Homepage um, van YouTube. En dan kijk je bij JW Eckhart afspeellijsten. En deze staat onder oefenrepetitie klas 1. Klein beetje zoeken, maar dan vind je hem vanzelf. Goed, wederom bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer.